Wat is een opwekking eigenlijk? We zagen al even hoe een opwekking tot stand kwam in die gemeente van Jonathan Edwards in Nordempton. Als je dat wat nauwkeuriger bekijkt, dan zie je verschillende eigenschappen van een opwekking. Opwekking is niet anders dan wanneer de Heer onder de prediking van het Evangelie een jongen of een meisje roept en trekt. Maar in een opwekking gebeurt dat extra krachtig, extra diep, extra snel. Ook met een extra helderheid en ook bij heel veel mensen. Het begint meestal bij de kinderen van God. Het woordje opwekking geeft het al aan. Het is een revij, een herleven. Er is dus wel leven, maar dat leven kan ingezonken zijn. Dat leven kan op een laag pitje gekomen zijn. Je kunt verachtend zijn in de genade. Dat je een minimum armetierig christelijk leven leidt, dat je niet vervuld bent van de Heilige Geest. Ik hoop dat je dat persoonlijk ook herkent. De vraag is natuurlijk: leid je nu een minimum geestelijk leven? Of ben je vandaag vervuld met de Heilige Geest? Een vraag voor jou, maar ook een vraag voor mij. Nou, wat gebeurt in opwekking? Dat betekent dat kinderen van God een verdieping ondergaan in hun geestelijke leven. En krachtige geestelijke doorbraken zijn in hun hart. Dat ze een nieuwe verootmoediging hebben, een dieper besef van hun zonden, een dieper besef van de heiligheid van God. Maar ook een verse blik op de heerlijkheid en de volkomenheid van de heer Jezus Christus. En om in hem die vrijmoedige toegang te hebben tot de troon van Gods genade. En dat hun leven versierd wordt met de vrucht van de Heilige Geest. En wat gebeurt er dan bij de naam Christenen? En zolang die ware Christenen ingezonken zijn, dan merken zij eigenlijk niet wat de kracht van de godzaligheid is. En dan voelen ze eigenlijk ook niet wat ze zelf missen. Dus net zoals wij dat in de lente zien, heb je een dode boom en een levende boom, maar aan de buitenkant zie je geen verschil. Maar in de lente zie je die levende boom uitbotten. Dan zie je fris groen. En dan zie je het verschil wel tussen een levende en een dode boom. Maar zo zag je het ook bij die christenen. In die opwekking kwam het onderscheid openbaar tussen naamchristenen en levende christenen. En dat had bij die naamchristenen het effect dat zij voelden: hé, hey, dit missen wij. Wij missen de Heilige Geest. Wij, wij hebben wel wat gewoontes en wat overtuigingen, maar het is niet een, een kracht in ons. Er is geen liefde van God uitgestort in ons hart. En die naamchristenen werden wakker geschud en die werden verlegen om dezelfde genade als die levende christenen in de gemeente. En zo kwamen velen voor het eerst tot bekering die binnen de gemeente zich bevonden. En wat gebeurde er dan ook? Dat had een uitstraling naar buiten. De wereld buiten de kerk die voelde, hé, hey, het christelijke geloof is niet zomaar een paar rituelen en wat formaliteiten en wat overtuigingen, maar er is daar iets gaande. Wat is dat toch? En zo gingen ze vragen stellen en er kwam een ontvankelijkheid voor dat woord van God en zo werden zij van buiten de kerk onweerstaanbaar geroepen en overgebracht in het koninkrijk van Gods zoon. Het was merkbaar waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Dat is de aanwezigheid van de Heilige Geest. Het beslag van het woord van God in de bediening van het woord van God. Het was niet zomaar een preekje dat gehouden werd door een dominee. Maar je voelt het is het spreken van God, geladen door de kracht van de Heilige Geest. Zo werden erediensten werkelijk erediensten en voorsmaken van het eeuwig zalig hemelleven. Opwekking betekende ook een reformatie van zeden, van de moraal. De herbergen die werden anders ingevuld. Die mensen kwamen samen in de herbergen om bijbelstudies te hebben met elkaar... in plaats van allerlei lielijke praat en zo. Die grete wekening waar ik het over had in de vorige video... die heeft ook een geweldig effect gehad... Op het zendingsbewustzijn. Er is altijd zending gedaan, in alle eeuwen is een zending bedreven, maar je zou 1792 het geboortejaar kunnen noemen van de protestantse zending. William Carey is toen uitgegaan naar India. Weet je welk boek hij in zijn tas had? Het waren twee boeken van Jonathan Edwards. En toen men persoonlijk en als gemeente ging ervaren wat de kracht is van de Heilige Geest. Toen kreeg men een nieuw besef van de hele wereld die in de duisternis gehuld is. En men ging de Bijbel opnieuw lezen. En men ging verlangen dat dat evangelie van Gods Koninkrijk zich wereldwijd zou uitspreiden. Men kreeg er ook verwachting voor. En zo is het zendingswerk aangestoken door de Grote wekening. Je kunt... Die, die, die moderne protestantse zending na 1792 niet begrijpen zonder de link te leggen met die geestelijke opwekking in Amerika en Engeland en Schotland. Ook trouwens wel met uitlopers naar Nederland. Een ander effect, vooral in Amerika, was dat er heel veel universiteiten werden gesticht. Er was een nieuwe behoefte om te studeren, niet alleen in theologie, maar ook in alles wat God in zijn schepping openbaart. De prachtigste en diepste liederen zijn in deze tijd geboren. Amazing Grace bijvoorbeeld van John Newton. Dat is een opwekkingsvrucht of vaste rots van mijn behoud. En zoveel andere liederen die op zo'n diepe, hartstochtelijke wijze de genade van God bezingen. En nog een effect van de Greater Wekening kunnen we niet ongenoemd laten. Dat is de afschaffing van de slavernij. In die tijd had je de slavernij. Het werd ook geaccepteerd. Maar in de opwekking kreeg men een heel diep besef die zwarte medemens, of die rode medemens. Dat is een mens die voor het aangezicht van God gelijk is aan mij. In Nordentum, Nordentum van Jonathan Edwards was het voor het eerst in de geschiedenis dat rode indianen en zwarte medemensen aan de avondmaalstafel een plaats kregen. Nou dat. Is het begin geweest, zou je kunnen zeggen? Het eerste bommetje onder het instituut van de slavernij. Het heeft nog wel geduurd tot en met de 19e eeuw dat de slavernij officieel werd afgeschaft, maar je zou kunnen zeggen het, het geestelijk besef daarvoor is in die tijd ontstaan en ontwaakt. Stel je voor dat wij vandaag een opwekking zouden hebben. Welk onrecht in de samenleving, in Nederland, maar ook wereldwijd, zou dan aan de orde gesteld worden? De verhouding tussen arm en rijk misschien? Of misschien juist een reformatie van zeden als het gaat om huwelijk en seksualiteit? Of zouden wij anders omgaan met de schepping? Welke reformatie van zeden of van moraal of van omgang met de schepping denk jij dat wij vandaag nodig hebben en wat ons ook een nieuw besef geeft van de noodzaak en de heerlijkheid van opwekking?